Welkom, we staan nu op de binnenplaats van de Santo Stefano Rotondo. Deze kerk ligt aan de Via del Santo Stefano Rotondo. Het is een ronde kerk die gebouwd is in de 5e eeuw in opdracht van Paus Simplicius. Deze kerk is gebouwd in nagedachtenis van de eerste christelijke martelaar, San Stefano. Zijn reliquieën liggen in een kleine kapel in de kerk. Deze kerk is dus volledig in de aandacht van de martelaar. En daarom zijn er dus ook 34 martelfresco's te zien in de kerk. Een kleine anekdote is dat de Romeinen hun kinderen hiermee naartoe nemen om de christelijke opvoeding compleet te maken. En dat paus Sixtus de Vijfde hierheen kwam en zo ontroerd was van de fresco's dat hij in huilen uitbarstte. De kerk is een Byzantijnse vorm gebouwd, a.k.a. een ronde kerk. Is voor het grootste gedeelte gebouwd uit bakstenen, heeft een houten dak en ligt op de Celioheuvel. Het dak is van hout omdat de kerk vaak beschadigd is geraakt. Daarom hebben ze uiteindelijk gekozen om een houten dak te bouwen, omdat het minder snel instort en makkelijker te dragen was voor de pilaren. De kerk was origineel gebouwd in de vorm van een Grieks kruis, maar een paus in 1450 had besloten dat het te heidens was en heeft daarom een aantal zuilen afgesloten. Dit is de ingang met de naam van de kerk. Het eerste waar je tegenaan loopt is een fresco met San Stefano, herkenbaar aan de palmtak. Er ligt een man zonder hoofd over de schoot van waarschijnlijk Maria. Alle fresco's in de kerk zijn in de 16e eeuw ongeveer geschilderd. Onder de bovenste laag van het fresco is ook nog een andere laag met oudere fresco's gevonden. Zo ziet de kerk eruit vanuit de ingang gezien. Hier staat de naam van de opdrachtgever van de kerk, namelijk Gregorius XIII. Daarnaast is de kapel San Stefano Primo Feliciano. Hierin zijn afbeeldingen van Primus en Felicianus. Ze werden als martelaren voor de leeuwen gegooid, omdat ze christenen met hetzelfde lot opkwamen zoeken. Maar de leeuwen bogen voor hen. Een waar mirakel. Uiteindelijk zijn ze onthoofd en hier, in die kist, liggen hun relieken. Hier zie je hoe de leeuwen voor Primus en Felicianus buigen. Zij danken God. Uiteindelijk zijn ze onthoofd. Hier zie je hun begrafenis met een grote optocht. Dit is een fresco met middenin Jezus met 7 mensen aan iedere kant. De 12 apostelen en 2 christelijke martelaren. Helemaal rechts staat San Stefano, te herkennen aan zijn palmtak. Het mozaïek beeldt de martelaren Sint Primus en Sint Felicianus af naast een versierd kruis. Dit fresco laat zien hoe San Stefano gestenigd wordt. Hij had gezegd dat hij beter was dan Mozes en God. San Stefano was de beroemdste diakeen van de 7. Zij hadden de taak om voor de armen te zorgen. In zo'n inscriptie onder een fresco staat de uitleg van de scène en de naam van de leider die de executie bevolen had. Ook is er een stukje uit de Bijbel bijgezet. Christenen werden ook wel eens voor de honden gegooid, die hun dan verscheurden. Hier zijn vele verschillende manieren om iemand te doden te zien. Een slangenkuil, een mes door je keel of het iemand zonder benen aan een boom hangen. Of je werd als christen tussen 2 stenen gelegd en doodgedrukt. In de 16e eeuw hadden ze al lang een idee dat de aarde rond was, maar met een veel grotere invloed. Daarom zie je hier ook op de achtergrond dat de horizon erg rond is. Het is dus een beetje primitief geschilderd. Het altaar is gebouwd door Bernardo Rossellino in de 15e eeuw. Een erg leuk detail van de kerk is dat de pilaren niet hetzelfde zijn. De kerk is namelijk opgebouwd uit pilaren van oude tempels uit de oudheid. Die pilaar rechts is ook duidelijk dikker en langer. De pilaren rondom het midden en het altaar zijn in Ionische stijl. Maar de pilaren die het midden doorkruisen zijn in Corinthische stijl, herkenbaar aan de bladeren. We komen net uit de kerk en het was echt een hele ervaring. De 34 fresco's zijn heel bijzonder. De verschillende manieren om iemand op de zuil te helpen houd ik niet voor mogelijk. Wat heel erg leuk is, is dat het een goede bron is voor allemaal verschillende zaken. Zoals kledingstukken uit de tijd, martelwerktuigen en de schilderstijl zelf. Wat grappig is om te zien is dat een van de 3 schilders waarschijnlijk dezelfde dus een keuze heeft gezet om de horizon rond te laten maken. Wat dus laat me zeggen het idee geeft dat je op de aarde staat, maar ja, het is een beetje primitief dus. Het is heel leuk om te zien zo. De fresco's zijn wel een beetje luguber, maar het is heel mooi om te zien. Ook geeft het een goed gevoel als je naar binnen loopt en je ziet dat de kerk rond is. Dat is heel anders dan je gewend bent, normaal zijn kerken rechthoekig. Wij zijn van mening dat het een heel mooi ding is om te bezoeken en ook dat het in de reis moet komen. Dat is heel leuk om te zien. Wij blijven daarvoor.